Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. De Vlaamse regering neemt strengere maatregelen in de hoop de alarmerende hospitalisatiecijfers in te dijken. Pieter-Jan de Smet volgde het allemaal. Hij interviewt zo meteen minister Grevits. In Verviers hebben ze een noodhospitaal klaar op de parkeerplaats vlakbij het echte ziekenhuis. Le week-end passé, on avait des ambulances qui arrivaient, on avait des difficultés pour accueillir les patients. On peut pas se permettre ça en 2020 en Belgique. Mijn gast is Jan Stroobans, hoofd van de spoeddienst ZNA Middelheim. En opnieuw verrassend nieuws uit het Koningshuis. Prinses Delphine ontmoet nu ook koning Albert en koningin Paula. Ik denk niet dat koning Albert dat doet voor het publiek. Ik denk dat hij op die manier een van de meest trieste perioden in zijn leven heeft willen afsluiten om op een positieve manier te kunnen naar de toekomst kijken. Het is dinsdag 27 oktober. Hartelijk welkom. De voorbije 24 uur zijn 689 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. Slecht nieuws is dat, want daarmee breekt ons land het dagrecord van de eerste golf. Op 28 maart waren er toen 629 opnames op één dag. De cijfers blijven dus stijgen, waardoor de druk op de ziekenhuizen verder toeneemt. De Vlaamse regering heeft nu nieuwe maatregelen aangekondigd in de hoop de negatieve coronaspiraal te doorbreken. Goedenavond, Pieter-Jan de Smet. Jij hebt het gevolgd voor ons. Misschien nog eens even uitleggen wat er precies beslist is. Kort samengevat, het cultuurleven wordt stilgelegd, sport wordt aan banden gelegd, heel wat sportactiviteiten. Er komt geen uitbreiding van de avondklok, heel wat maatregelen. We waren er graag op doorgegaan met minister-president Jan Bon, maar hij is 2 minuten geleden vertrokken, hij kon niet blijven. Maar wie wel tijd maakt voor de kijkers van Ter Zake vanavond is mevrouw Grevits-Visser. Minister-president heet dat dan voor CD&V in de Vlaamse regering. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond. Een heel pak maatregelen zijn er aangekondigd. De situatie is ernstig. Dat gevoel leeft nu binnen de Vlaamse regering. Ja, de situatie is heel ernstig. Het aantal besmettingen stijgt, maar ook de opnames van mensen op intensieve zorgen neemt zeer, zeer zorgwekkend toe. Het is alle hens aan dek. Ja. Wat zijn de voornaamste maatregelen, als u dat nu heel kort moet samenvatten, de belangrijkste? Maar de belangrijkste regel voor iedereen is: vermijd zoveel als mogelijk contact. En het zit hem in het... We moeten nu heel zwaar ingrijpen in het cultureel, sociaal leven van mensen. Ik vind dat zelf heel, heel lastig. Maar het is een maatregel die bedoeld is om contacten te vermijden en zo het risico op besmetting te vermijden. Want dat gaat nu echt veel te snel. Maar de uitbreiding van de avondklok, die komt er niet. Er is heel lang gediscussieerd ook over die avondklok. Vandaag wat vindt u daar zelf van? Wel, ik vind het goed dat de avondklok niet uitgebreid wordt. Het is een hele grote aanslag op je vrijheid. Maar je mag niet vergeten dat de avondklok wel geldt vanaf middernacht, maar dat in de uren ervoor ook je met niet meer dan 4 mensen samen op straat kan zijn. Dus dat is een regel die geldt en die ook strikt is. Ja, u pleit heel erg voor telewerk ook. Nu, dat gebeurt al als minister van Economie. Dat gebeurt al heel lang dat dat wordt gevraagd. Maar we zien nog altijd heel veel files op de wegen. Ja, u doet nu terug die oproep wat maakt dat dat effect zou hebben. Wel, ik heb deze ochtend ook overleg gehad met sociale partners, werkgevers en werknemers. De afspraak is gemaakt om een campagne te doen naar de bedrijven om te zeggen, kijk, telewerken is de norm. Het is niet zo dat het normaal is dat je 1 dag of 2 dagen thuis blijft werken en dan ben ik er vanaf. Nee, eigenlijk moet de regel nu zijn, blijf thuis werken als het kan. Maar we staan absoluut ook toe dat het nodig is in bedrijven dat je soms eens naar de werkvloer komt. Maar laat ons daar nu alstublieft in het kader van het vermijden van extra besmettingen meer inspanningen voor leveren. We zijn vandaag dinsdag. Donderdagavond heeft u ook samengezeten met de andere regeringen van dit land. Vanuit verschillende hoeken, federaal, Franstalige kant, hoorden we dat u een van de mensen was die mee op de rem stond om globaal verder te gaan. Als u daar nu op terugkijkt, had u niet verder moeten gaan toen al? Ik vind in de politiek, als je samen vergadert en je vergadert tot middernacht, dat je dan samen beslissingen moet verdedigen. En ik hou er echt niet van dat dan nadien met de vinger gewezen wordt, van jij was daar niet voor en jij was daar niet voor. We hebben op het overlegcomité met alle regio's samen...
Ja, en daar loopt blijkbaar iets fout. We proberen misschien later nog eens of we dat kunnen herstellen. Maar intussen zit bij ons in de studio dokter Jan Stroobans van de vereniging Spoedartsen en ook hoofd van de spoeddienst in Middelheim. Ja, we hebben gehoord wat de maatregelen zijn tot nu toe. U van op de spoeddienst, als u dit hoort, wat denkt u dan? Is dit voldoende? Ja, dit is gewoon nu damage control. De tanker gaat tegen de klippen varen. Misschien kunnen we nog een flauwe bocht hier nemen en de averij wat beperken. Zeker de duurtijd waarin dat we in crisis gaan zitten, gaan we daarmee wat kunnen beperken. Maar dat we tegen de klippen gaan varen, ja, dat staat voor ons al zo. Mm-hmm. Dus met andere woorden, zelfs met deze maatregelen, die overigens ingaan vanaf vrijdag, zegt u, ja, het is een beetje proberen toch een en ander onder controle te houden, maar het volstaat volstrekt niet. Wat had er volgens u dan wel moeten gebeuren? Wel, dat had eigenlijk veel vroeger moeten gebeuren, zodanig dat we niet in de situatie terechtkomen waar dat we nu zitten. De maatregelen zijn natuurlijk wel goed om te zorgen dat de duurtijd waarin we in de problemen gaan zitten, dat die misschien wordt afgeremd. Mm-hmm. Dus dat het virus echt geattaqueerd wordt. Maar allee, men kan dat natuurlijk niet alleen op de overheid steken. Wij zijn er allemaal mee verantwoordelijk voor. En wij zijn er niet in geslaagd als maatschappij om te doen wat dat er moest gebeuren. Ja, mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld die contacten ten stelligste beperken enzovoort. Onder andere die contacten, maar ook bijvoorbeeld het begrip ziekte. Dus iemand heeft symptomen, dat wordt nogal eens gemakkelijk geminimaliseerd. Als men klachten heeft, dat men gaat zeggen van ja, maar dat zijn voor mij banale verkoudheden. Mm-hmm. Dat heeft niks met COVID te maken. Ik voel me nog voldoende goed. En men gaat verder. En, ja, dan op die manier heeft het zich verder verspreid. Laten we misschien eens kijken naar de situatie zoals u ze ook ervaart nu op de spoeddienst. U gaf al aan, dat is op dit moment zeer ernstig. Omschrijft u dat eens? Wel, dat is zeer ernstig, omdat we niet alleen de groep van de COVID-patiënten hebben die er erg aan toe zijn, maar ook, we hebben nog altijd de groep van de niet-COVID-patiënten die ook ernstige aandoeningen hebben, die ook noodzakelijke zorg moeten krijgen. En wanneer je die in een ziekenhuis wil gaan opnemen, ja, dan is dat heel moeilijk, omdat je continu moet gaan kijken waar kunnen we die op dit moment nog kwijt. Mm-hmm. Omdat we tegenover de eerste golf zijn we nu aan het proberen om zo lang mogelijk ook die niet-COVID-zorg zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Omdat we daar de effecten van gezien hebben, dat was niet goed voor de bevolking. Maar dat betekent wel dat wanneer je nu in een ziekenhuis moet opgenomen worden, ja, kan het zijn dat er misschien 2 COVID-bedden vrij zijn, maar dat je dan met een niet-COVID-pathologie komt, ja, en waar je dan moet gaan kiezen, ja, wie gaan we nu waar op dit moment leggen? En dan zeker voor de kritieke diensten, zoals intensieve zorgen, ja, zijn dat nu wel keuzes maken van wie gaan we nog de zorg bieden op dit moment. Ja. Laten we daar eens op doorgaan, want we horen nu eigenlijk al 1 tot 2 weken dat er vanuit de ziekenhuizen ook intensive care ten zeerste wordt gewaarschuwd van dit kunnen we misschien niet blijven trekken. Waar staat u op dit moment als u zegt op een bepaald moment zullen we keuzes moeten maken? Maakt u dat eens concreet? Wat staat ons dan te wachten? Wel, wat ons dan staat te wachten, dat is een horrorscenario dat wij toch als realistisch bekijken. Ja, dat is dat er mensen gaan binnenkomen, zowel met niet-COVID als met COVID-aandoeningen, die heel kritisch zijn. Ja, en dat we moeten gaan kiezen wie gaan we dat laatste intensieve bed nog geven. Mm-hmm. Nu, op dit moment, zijn we nog volop aan het transporteren van links naar rechts. Dus iedereen zijn overschotjes worden nu een beetje ingevuld. Maar we gaan dat niet lang volhouden. Nee. En door het feit dat COVID vraagt een ander type zorg. Het gaat niet over frames van bedden en matrassen, maar het gaat over personeel, geschoold personeel dat je daar moet tegenover plaatsen. En je moet weten, wanneer je 10% COVID-bedden gaat opschalen... Ja, dan heb je daar de mensen voor nodig. Ja, dan ga je 18% van de anderen gaan wegnemen. Ja. Nu we dit gesprek voeren met wat er nu beslist is, wat u nu zegt, ook Steven van Gucht, trekt nogmaals aan de alarmbel, ziet het zeer somber in, vreest dat dit niet genoeg is. Vanuit het standpunt van de ziekenhuizen, wat staat ons dan te wachten? Bijvoorbeeld, hebt u daar een draaiboek voor klaar? Of zal het dan effectief neerkomen op deze patiënt kan binnenkomen
en deze mensen helpen we niet meer. Is er een noodscenario? Ja, wij houden daar rekening mee. Hè. Dus we hebben de laatste dagen ook allemaal formulier gekregen, toelichting over ethische beslissingen die moeten genomen worden. Dat zijn documenten die je niet graag ziet toekomen. Nee, maar die we en wel... wat staat daar dan bijvoorbeeld in? Iemand die ouder is dan... Daar staan geen vaste richtlijnen bij. Dus dat gaat niet met een scoresysteem. Hè. Maar de grond van de richtlijn is wel dat je die beslissingen dat je dat niet alleen neemt. Hè. Dus dat je dat met een team moet gaan bekijken en dat vanuit een verschillende perspectieven proberen de juiste beslissing te gaan nemen. Ja, en die formulieren die komen dan toe vanuit de FOD? Ja, er zijn formulieren die vanuit de overheid zijn gekomen, ook vanuit de ziekenhuizen, van verschillende groeperingen, vanuit beroepsverenigingen. Ook internationaal denkt men daar natuurlijk over na, over dat soort zaken. En als arts moet je natuurlijk wel echt op een heel conscientieuze manier die problemen gaan benaderen. Wat hebt u iets van deze aard al meegemaakt in uw carrière? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Goed, ik informeer eens even of we verder kunnen gaan. Pieter-Jan, dat lukt voorlopig niet met Hilde Krevits, maar we blijven wel proberen om die verbinding te herstellen. Dan stel ik voor... Oké, het zou misschien toch lukken. Ik wacht eventjes, want anders gaan we kijken, stel ik voor, naar een reportage. Maar we gaan opnieuw over naar Pieter-Jan. Ja. Doe maar. Ja, we staan hier nog altijd. Wij waren rustig aan het voortpraten, maar blijkbaar ging dat niet meer op antenne. Maar Hilde Krevits heeft voor de regen getrotseerd voor de kijkers vanavond. Goedenavond, mevrouw, opnieuw. Hè. Ja. Ja, we gaan even hernemen. Dus u staat achter de beslissingen van vorige week donderdag, die u met de andere regeringen heeft genomen. Natuurlijk, u kent het principe van zo'n viruscurve. Hè. Men moet dat breken voordat exponentieel de hoogte ingaan. België is vandaag al koploper. Jullie komen nu met maatregelen die vrijdag ingaan. Dat komt toch allemaal rijkelijk laat over? Wel, het is heel belangrijk natuurlijk als je beslist dat je dat ook omzet in goede regelgeving, die maatregelen. Dat zal nu gebeuren ook. Twee, alle mensen moeten op de hoogte gebracht worden van wat de maatregelen precies zijn. En drie, de organisaties en de bedrijven die getroffen worden, moeten natuurlijk ook een voorzorging kunnen nemen om de maatregelen na te leven. En dat zijn zaken die nu prioritair aan de orde zijn. Ja, er is trouwens ook overleg gepleegd met de gouverneurs, met de virologen, om te kijken op welk moment kunnen we alles gecoördineerd laten ingaan. En ik heb vernomen dat de premier ook het nodige zal doen om de minister-presidenten morgen bij zich te roepen om zo goed mogelijk in ons land coördinatie klopt, te krijgen. Klopt, inderdaad. Hij zal mogen overleg houden, heeft hij ons laten weten. Nu, mevrouw, de vraag is wel natuurlijk het principe. Jullie zeggen, de Flandriërs moeten de berg nu omhoog, de Vlamingen kunnen dat. Maar een dikke maand geleden hebben jullie mede maatregelen versoepeld. En we zien in de analyses dat de cijfers toen de hoogte zijn ingegaan. Is daar geen kapitale fout gemaakt? Ik heb vandaag ook het onderzoek gelezen rond de motivatie van mensen. En het is natuurlijk makkelijk om nadien te zeggen we zijn te veel versoepeld of we hebben daar iets fout gedaan. De experts waren toen ook niet tevreden. Nadien is het gemakkelijk om geschiedenis te schrijven natuurlijk. Ja. Maar de experts waarschuwen. Ja, het is heel belangrijk om nu in te werken op de motivatie van mensen. En vandaar dat we zeggen, kijk, laat ons nu 3 weken forse maatregelen nemen. Ik hoop echt dat we erin slagen om die curves naar beneden te krijgen. Het is zeer, zeer dringend. Vandaar echt ook een boodschap van hoop. Doe het. En doe het om jezelf te beschermen, maar ook om de andere mensen te beschermen. Jullie hebben met Wouter Beek al pijnlijke zaken gezien in de woonzorgcentra. Nu is er heel veel ongerustheid over de ziekenhuizen. Welke boodschap heeft u voor de ziekenhuizen met de maatregelen die jullie nu nemen? Gaat die zaak onder controle geraken? Ik wil eerst dan vooral zeggen dat ik ongelooflijk veel respect heb voor de mensen die vandaag in de zorg aan de slag zijn en die dag na dag meehelpen strijden tegen het virus, maar ook tegen heel veel andere ziekten en zorg geven aan mensen die dat nodig hebben. Wij nemen nu een zware beslissing om in te grijpen in het sociaal leven van elke Vlaming. Dat is een heel forse beslissing, maar dat is een beslissing die we ook nemen in functie van het mogelijk houden aan zorgverleners om hun job te doen. Wat betreft scholen, daar verandert voorlopig niet zo heel veel. We zien in Franstalig België dat ze daar toch zien dat er toch in de humaniora ook heel wat verspreiding van het virus was. Hoe zeker zijn jullie dat jullie het kunnen permitteren om tot aan de herfstvakantie de scholen open te houden? Want het gaat exponentieel met het virus. Wel, collega Ben Weitz heeft overleg gepleegd ook met alle onderwijsverstrekkers. Er is beslist om dus de herfstvakantie wat langer te laten duren. Maar niet vervroegen. Maar tegelijk, in het secundair onderwijs is
het voor elke school ook nu toegelaten om over te schakelen naar volledig afstandsonderwijs. Ja. Niet elke school kan dat. En dus vandaar dat gezegd wordt, kijk, je krijgt nu de vrijheid om dat te doen. Voor kinderen onder de 12 jaar blijft de basisschool toegankelijk, net zoals we ook kinderopvang zullen voorzien de komende week. We gaan stilaan afronden. België is sinds vandaag koploper in Europa qua coronacijfers. Hoe verklaart u dat? Ja, ik heb daar persoonlijk geen verklaring voor. Het enige wat ik kan doen is heel, heel hard meewerken om mijn contacten te beperken, om de regels strikt na te leven en zo die verspreiding van dat virus in te dijken. Welke boodschap geeft u nog aan de Vlamingen? Want er is heel wat bezorgdheid vandaag. Hè? Ja, hou moed. Onderhoud ook de contacten die je kunt onderhouden, maar leef vooral ook leef de regels na. Het is zo, zo belangrijk dat je jezelf beschermt, maar dat je ook je medemensen beschermt. Het is niet omdat je zelf misschien niet ziek wordt, dat je het virus niet kunt doorgeven aan iemand die kwetsbaar is en wel ziek wordt. En we zitten terug in een verschrikkelijk moeilijke periode. Oké, ik zou zeggen, ga snel in een warme auto zitten. Dank u wel om hier vanavond te zijn, mevrouw Krevits. En dat was het hier vandaan, de Herrera-woning van de Vlaamse regering, waar de nieuwe maatregelen aangekondigd werden, die dus vanaf vrijdag ingaan. En morgen zal ook Alexander De Croo, premier van België, de minister-president bij zich roepen om overleg te houden hoe alles een beetje gecoördineerd kan worden. Oké, dankjewel, Pieter-Jan de Smet. En omdat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen maar blijft toenemen, u weet het stilaan, heeft het CHR-ziekenhuis in Verviers in de provincie Luik in snel tempo een noodhospitaal gebouwd op het parkeerterrein vlakbij. De extra unit biedt plaats aan 34 patiënten en wil ook het werk voor artsen en verplegend personeel efficiënter doen verlopen. Dirk van Zundert en Bjorn van Laren. Donc on a construit ceci, donc qui est sur un parking de l'hôpital en fait, qui nous permet donc de mettre 34 personnes, donc 34 patients Covid légers. Hein, donc ce ne sont pas des soins intensifs, c'est du Covid léger, mais avec de l'oxygène quand même, pour pouvoir les soigner ici. Donc ça nous permet d'avoir un accès très facile aussi aux box d'hospitalisation. Donc ça c'est pratique. Met man en macht en dag en nacht wordt hier in een evenemententent een bijkomende COVID-afdeling gebouwd, omdat het nodig is. On a construit ça en quelques jours, on a pris 6 jours, 7 jours au total maximum. Donc l'idée c'était face à l'afflux de patients qui est énorme et qui continue à augmenter maintenant chaque jour, puisqu'on a pratiquement doublé le nombre de patients maximum qu'on avait eu en mars. Donc on a maintenant plus de 120 patients qui sont hospitalisés ici. Je zou denken dat het gemakkelijker is om patiënten over te plaatsen naar andere ziekenhuizen in plaats van zo'n tijdelijke afdeling te bouwen. Donc on a transféré vers le Limbourg. Il y a une solidarité magnifique d'ailleurs des hôpitaux du Limbourg. Mais pour des patients en plus de soins intensifs, donc on a transféré vers Mazeik, vers Hasselt notamment. Maintenant, ce qu'on craint bien sûr aussi, c'est qu'il y a une saturation là-bas, parce qu'on voit que les chiffres montent en Flandre aussi, bien sûr. Ce qui se passe aujourd'hui en Wallonie va se passer demain en Flandre. Et donc on sait qu'à un moment donné, tout le monde va être saturé. Et donc ça, ce sera un vrai problème, évidemment. Et l'Allemagne, c'est pas loin, c'est pas un échappatoire? Donc l'Allemagne, c'est possible. Donc nous, on est en contact avec l'hôpital d'Aix-la-Chapelle, qui est à 20 minutes, hein, c'est tout à fait près d'ici. Le problème, c'est qu'ils sont saturés aussi déjà. Donc si des transferts devront se faire, ce sera plus loin alors, en Allemagne, vers d'autres provinces à l'intérieur de l'Allemagne. Af en toe komen er verplegers kijken naar de werken en naar de nieuwe werkplek. Bij de bijmaken zonder het nodige personeel is zinloos, dat weten ze hier ook. On a un absentéisme qui est évidemment très important, beaucoup de malades au niveau infirmier essentiellement. Donc en fait cette disposition aussi en fait de manière commune en plan nous permet de rationaliser aussi l'utilisation du personnel puisque si vous avez par exemple deux unités de 17 ou 20 lits, c'est plus gourmand en personnel qu'une seule unité de 34. Ici sur une même pièce. Donc on espère aussi, comme on a un manque de personnel, mieux utiliser finalement notre personnel pour faire face à cette pandémie. Het aanleggen van de technische installaties gebeurt door een gespecialiseerde firma waar het ziekenhuis wel vaker mee werkt. Maar de opbouw van de tent, de boksen en het sanitair, dat is het werk van een bedrijf uit de evenementensector. Een bedrijf dat onder meer het festival van Doer opbouwt en in het sportpaleis werkt.
Et je pense effectivement que l'événementiel peut donner un coup de main. Il y a des gens qui sont très capables de faire ça. Quand on fait un Elton John au Sport Palace, on est avec 35 ou 40 semi-remorques le matin. Et le soir, c'est de nouveau vide. Et le lendemain, on fait Drake et puis on fait Post Malone. On ne nous demande pas notre avis. On fait 50, 60 camions par jour. Ici, c'est 3 camions et beaucoup de bonne volonté. Je pense que tout le monde peut faire ça. Et ça, peut-être, c'est une partie de la solution. Donc ici, c'est toute la partie, évidemment, médicaments en pharmacie, les fluides, les stocks, l'oxygène aussi, enfin tout le matériel médical qui sera ici. Ça, ce sera le coin pour le personnel, vestiaire, déshabillage, changement, etc. Puisque ce sera une unité Covid, hein, donc ce sera une unité full contaminée. Et là, on a la partie sanitaire pour les patients, pour offrir quand même un minimum de confort pour tout le monde. On a évidemment chiffré les choses. Ce sera un coût important, ça c'est clair. Il faudra qu'on discute de ça à un moment donné avec tout le monde. Maintenant, moi, je voulais éviter absolument d'avoir des patients dans les couloirs de l'hôpital. Ça, je ne veux pas. Et donc, l'idée, oui, effectivement, c'est d'engager des coûts, bien sûr. Mais la situation, pour le moment, elle est terrible. On doit évidemment réagir. Le week-end passé, on avait des ambulances qui arrivaient. On avait des difficultés pour accueillir les patients. On peut pas se permettre ça en 2020 en Belgique. Ja, dokter Stroobans, is het volgens u al gebeurd in onze voorgeschiedenis in dit land dat men zo'n unit heeft opgebouwd op een parkeerplaats? Nee, dat heeft men eigenlijk nog niet gedaan. We doen dat soms heel tijdelijk in rampensituaties, gelijk als met de aanslagen in Zaventem, om dat bijzonder tijdelijk te kunnen organiseren. Maar om echt van mensen te hospitaliseren, dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Nee, zou u het zelf overwegen? Want we horen overal natuurlijk hetzelfde verhaal van op een of andere manier is er een oververzadiging die er is of die dreigt. Wel, ik denk dat dat wel een bepaalde zin heeft, hè, wanneer het gaat over mensen die zorg nodig hebben en die thuis geen zorg kunnen krijgen, een soort aftercare, om die tenminste al uit het ziekenhuis weg te halen, dus dat je daar plaats voor vindt, omdat je dat dan kan bestaffen met mensen die misschien niet de competenties nodig hebben om kritieke patiënten aan te pakken. Maar u bedoelt dus nazorg niet als de mensen zoals hier toekomen in het ziekenhuis? Nee, want ons probleem op deze moment zijn niet de matrassen en de bedden, maar is het personeel om dat te bemannen. Je mag niet vergeten dat er een absentisme is tot 30% op dit moment. Ja, dat ga je met een tent niet gaan oplossen. Hè. Mm-hmm. Dus nogmaals, dat gaat wel een plaats hebben om mensen niet naar een woning te moeten gaan sturen waar er geen toezicht meer is. Ja, maar het is geen fundamentele oplossing voor het probleem dat zich nu stelt. Ik geef u in die zin ook mee dat het laatste nieuws nu vanavond meldt dat de directeur van het Brusselse Europa ziekenhuis heeft laten weten. Ja, we hebben het eerste overlijden gehad van iemand aan corona. Er was elders geen plaats voor die persoon en we hadden ook de nodige beademingsapparatuur niet meer voorhanden. Ja, dat is bijzonder dramatisch, maar het verwondert mij niet. Mm-hmm. We luisterden daarnet samen naar het interview dat Pieter Jan met minister Krevits deed. Ik zag u op een bepaald moment een beetje verbijsterd kijken toen de vraag werd gesteld hoe komt het, denkt u, dat het virus op deze manier evolueert? Ja, gewoon omdat we er niet in geslaagd zijn om die contacten te verminderen. Dus wij zien enkel wetenschappers en beleidsmakers in gesprek gaan met elkaar. Maar wat ik mis, zijn misschien gedragspsychologen die erin slagen om die boodschap bij de mensen over te brengen op een manier, niet alleen dat ze het verstaan, maar dat ze het ook gaan doen. Ja. Wij zien dat ook als artsen, als praktijkexperten, zien we de theorie passeren, maar we zien ook de praktijk passeren. Mm-hmm. En dan denken we, ja... Wat ziet u bijvoorbeeld op uw spoedafdeling? Wat voor profiel van mensen komt daar binnen? Of wat ziet u daar gebeuren waarvan u denkt, ja, dit kan eigenlijk niet of dit is niet de manier? Ja, wij zien natuurlijk zowel COVID als niet-COVID mensen. Maar ik kan u bijvoorbeeld zeggen, vanuit het testdorp in Antwerpen, de week voordat de nieuwe teststrategie er was, ja, en werd er gezegd van kijk, vanaf volgende week gaan we alleen asymptomatische mensen screenen. Alleen symptomatische mensen en geen asymptomatische meer. Ja. Ja.
Wat we zagen, was de vrijdag daarna, dus juist een week daarna, zagen we dat we een daling hadden van het aantal testafnames met bijna 90% voor de asymptomatische, maar ook voor de symptomatische met 40%. Dus dan vraag je je af, ja, waar zitten die mensen nu? We zijn in een full-blown pandemie op deze moment. En dan informeren we ons bij de huisartsenkringen. En daar zegt men, ja, bij ons merken we dat ook. En de mensen minimaliseren hun klachten en zo verder. Mm-hmm. Dus de boodschap brengen aan de bevolking om duidelijk te maken waar het juist over gaat, dat is toch een bepaalde kunst die ik waarschijnlijk zelf ook niet helemaal machtig ben, maar waar wellicht toch wel echt specialisten zijn die we uit de kast moeten gaan halen om dat te doen. Waarvan al lang sprake is en waarvan u eigenlijk zegt, ja, we zitten ook door heel die situatie met dat testbeleid, met een enorm vertekend beeld, zelfs absoluut, wat het aantal absoluut hoge besmettingen betreft op dit moment. Absoluut. Als we kijken, de maatregelen gaan in vanaf vrijdag. Dan begint ook de herfstvakantie. Wat denkt u daarvan? Ja, aan de ene kant denk ik goed. Dus theoretisch gezien gaan die bubbels elkaar niet gaan infecteren. Mm-hmm. Maar ik heb heel veel schrik dat de bommen en de bompa gaan ingeschakeld worden. Ondanks alle waarschuwingen. Om bij de kinderen te blijven. Ja, ik denk dat we daar moeten rekening mee houden. En graag had ik ook gehoord hoe dat men ging zorgen dat men die tot 30% absenteeïsme van het zorgpersoneel, hoe men dat zou gaan counteren. Bijvoorbeeld voor garanderen van kinderopvang en weet ik wat allemaal, om het voor die mensen mogelijk te maken dat die naast hun ziektes, hun covid-ziekte, hun depressie, hun burn-out, dat ze ook niet geconfronteerd worden met de keuze. Ja, moet ik hier nu mijn kinderen achterlaten of moet ik... Ik kan ze ook niet naar de grootouders sturen. Ja, moet ik nu gaan werken? Ja, dat zijn de dingen waar mensen mee bezig zijn op deze moment. Minister Krevits zei ook op een bepaald moment aan al wie kijkt, houd moed, hè, zoals het nu is. Hebt u nog veel moed? Ja, wij moeten moed hebben, hè, want als je die ingesteldheid niet hebt, dan moet je aan dat soort werk niet gaan beginnen. Hè. Dus wij hebben toch de fierheid. We fronsen de wenkbrauwen, hè. We zijn soms gefrustreerd, maar we hebben toch wel de fierheid om er te staan voor de mensen. Hè. Dat is de basismotivatie die je bij echte zorgverleners niet gaat wegkrijgen. Nee, en die alles draaiende houdt. Jan Stroobaans, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En het Koningshuis blijft verbazen. Na de ontmoeting 2 weken geleden tussen koning Philip en prinses Delphine heeft ze nu ook een gesprek gehad met koning Albert en koningin Paula. Dat gebeurde zondag in kasteel Belvedere. In een gezamenlijk persbericht hebben ze het over een nieuw hoofdstuk. Ze verwijzen naar de verwondingen, maar ook naar vergeving en verzoening. Vicky van den Berg en Willem van Mullum. Mark van Kraan is ereambassadeur en was tussen 1983 en 1990 woordvoerder van koning Boudewijn. Hij noemt de foto historisch, maar zat toch met een dubbel gevoel toen hij het nieuws zag. Een gevoel van diep geluk. Hè? Er is een einde gekomen aan de lijdensweg van de twee protagonisten. En er is nu een nieuwe bladzijde in die vader-dochtergeschiedenis die zich aandient. Langs de andere kant was er toch een klein beetje een wrange nasmaak voor te zeggen, ja kijk, had dat nu allemaal zo lang moeten duren? Een foto, één momentopname, 21 jaar na een halve zin in een boek over koningin Paola. Een boek van journalist Mario Daniels, gepubliceerd in 1999. Ik legde mijn boek aan een hoveling voor. Iemand die lang op het paleis had gewerkt. En hij zei van, wat wil je nog van mij weten? En ik zeg van, ik wil weten waarom er 20 jaar lang gescheiden is geleefd van tafel en bed. Niemand die het ontkent, maar niemand die mij de reden wil geven. Waarom is dat nu? En het antwoord was letterlijk van, maar iedereen weet toch dat Albert nog een dochter heeft? Ik dacht, nee, ik denk het niet. België maakt kennis met Delphine. I have a private life and I have no comments. Het
is voor Delphine Bouwel ook de start van een lange weg naar erkenning. Vooral omdat Albert lang ontkent dat Delphine zijn buitenechtelijke dochter is. C'est que il dit que ben, que j'existe quoi, que je suis à lui, que il doit pas nécessairement, enfin je demande pas d'argent, pas de titre comme on a dit au début, mais que je suis sa fille et que enfin voilà, c'est tout simple. Je veux dire, on peut pas enlever l'identité de quelqu'un. 7 jaar procederen eindigt begin oktober. Delphine mag de naam van haar biologische vader Albert aannemen en wordt prinses Delphine. Toutes ces années, c'était du vrai, c'était pas du faux et c'était pour les bonnes valeurs, c'était pour de bonnes raisons et on m'a donné raison. Op 9 oktober gaat prinses Delphine lunchen bij haar halfbroer, koning Philip. Ik denk dat koning Philip en prinses Delphine elkaar veel te vertellen hadden. Want eigenlijk halfbroer, halfzuster, maar iets wat hen bindt, is toch eigenlijk een zeer moeilijke jeugd die de beiden gehad hebben. Ja? Omwille van de problemen die er thuis waren op Belvedere tussen Albert en tussen Paola, omwille van de houding van Albert tegenover de moeder van Delphine allemaal. Maar als je dat hebt meegemaakt, dan heb je toch een soort van zielsverwantschap. 2 weken later doet koning Albert nu hetzelfde. Royalty-watcher van het Nieuwsblad, Wim de Hanschutter, was verrast dat Delphine zo snel bij Albert op bezoek ging, met koning Paula erbij. Ze draagt een handtas, ook wandelschoen. Het lijkt alsof ze er op het laatste moment nog eens bijgekomen. Ze lacht wel op de foto, maar ik denk ook niet dat het van harte is als ze erbij uitgenodigd is. Maar het is alleszins wel een mooi signaal als ze daarmee uitzenden dat zowel koning Albert als koningin Paola toch een streep over het verleden willen maken. Dat vraagt toch van haar dat zij zichzelf heeft weten te overwinnen. Hè? Want voor haar was, hoe moet je dat zeggen, prinses Delphine jarenlang het symbool van eigenlijk de mislukking van haar eigen huwelijk. Het paleis schreef dit bij de foto. Tijdens onze ontmoeting in het kasteel Belvedere heeft ieder van ons, in sereniteit en met empathie, uiting kunnen geven aan zijn gevoelens en ervaringen. Na het tumult, het lijden en de verwondingen is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening. Samen hebben we besloten om deze nieuwe weg in te slaan. Ik ga de vergelijking met koning Philippe maken. Daarbij geloof ik echt wel dat hij met de beste bedoelingen en uit het diep menselijke aspect zijn zus wilde leren kennen. Dat is volgens mij geen PR. Oké, het komt hem wel goed uit, maar het is geen PR naar mijn mening. Bij koning Albert, eerlijk gezegd, ik heb daar toch wel zwaar mijn twijfels bij. Voor zover ik ze ken, is dat absoluut gemeend. Ik denk dat niemand van de familie gelukkig was met de manier waarop het gelopen is. Had dat anders gekund? Ja. 21 jaar heeft Delphine gevochten voor wat ze nu gekregen heeft. En ze heeft meer gekregen, volgens mij, op dit moment, dan waar ze ooit op gehoopt had. Dus ja, het is ook echt een sprookje bijna. En daarmee zit ter zake erop. Nog een mooie avond en tot morgen met Annelies.